Ik heb zelf nog nooit longontsteking gehad. Jij misschien ook niet. Nou, ik ben hier bij het revalidatiecentrum van Breda. En hier kunnen ze mij laten ervaren hoe het is om longontsteking te hebben. Ik ben heel benieuwd en een beetje gespannen ook. Jij bent Betty? Ja, ik ben Betty. Hi. Hoi. Ja, we zijn het Centrum voor Longrevalidatie hier. En we hebben wat voor je verzonnen om mee te maken hoe je kortademig kan worden. Ja, ik ben heel benieuwd. Laten we gaan. Ik ben echt al een jaar of 10 niet meer in de sportzaal geweest. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Oké. Okay. Wij hebben hier een parcours voor jou uitgezet. Dat ga jij zo meteen ga je dat doen. We geven jou een knijper op de neus en een rietje in de mond. Je mag alleen door dat rietje ademen. En dat is in principe is dat hetgene wat de longpatiënten ook binnenkrijgen. Zo weinig? Zo weinig. Ik vind het nu echt al heel heftig. En dan moet het bewegen, het parcours moet nog beginnen. We beginnen met de trap. Loop maar een paar keer de trap op en af. En niet stiekem langs de kanten ademen. Nee, oké. Okay. Je doet vals hoor, ik zie het al. Je ademt wel door je mond. Het is echt heel zwaar. Heel veel longpatiënten vinden het ook eigenlijk wel vervelend. Want aan de buitenkant zie je niet zo heel veel aan ze. Terwijl ze dat dus voelen. Nu het boodschappen doen? Ja, dan gaan we de boodschappentassen doen. Ik doe al dat thuis bezorgd, normaal. Ja. Ik had me ook helemaal niet gerealiseerd dat een longontsteking dat zo'n heftige impact op je luchtwegen heeft. Die ontsteking die veroorzaakt natuurlijk dat die luchtwegen dat die wat meer dicht gaan zitten. Hè, door hetzij door slijm, maar ook door het verdikte slijmvlies. En dan wordt je doorgang voor de lucht wordt gewoon minder. En vergeet het rietje niet, hè? Want... Nee. Nee, Betty, die vergeet ik niet. Oh. Ik denk dat we nog 6 obstakels zouden hebben dat ik helemaal niks meer kan. Top, dankjewel. Jullie zijn als revalidatiecentrum zelf ook in actie gekomen. We hebben een aantal teams zijn er gevormd. En die zijn naar de andere revalidatiecentra in Nederland toegefietst om daar hun collecte op te halen. We zitten nu aan de 8100 euro. Wauw. Nou, wat een gigantisch bedrag. Bedankt.